En dan zie je vrij krap voor in 178, 177. We zien Wiels, de Burgers, Baden namelijk. Het zijn Sven Pennings en Jens Lauwers. Volgens mij was Paas Veen al natuurlijk die elkaar even in de weg zaten. Maar er zit iemand meer bij Uri met de wind en even zijn trappetje. De 153 van Jens Lauwers. Vooralsnog zijn het de Wiels met Sven Pennings die als eerste door de bocht heen zal gaan komen. En is op weg naar zijn geldige Heerenbeker hier in de open klasse bij de 7-win. Paas Veen op 2, de 153, Jens Lauwers op 3. Maar het is eigenlijk in de spanning. Want er komt een bochtje aan en Lauwers probeert daar nog even binnen door te steken met Weyland. Gaat het dat lukken? Gaat het dat niet lukken? Het is vooralsnog Weyland.